Hallo, we staan hier bij de Jan van Gooien Kliniek. En ik ben Shadi. Ik ben Pien. Ik ben Isabel. En wij gaan Wilma verpleegkundige interviewen. We staan nu in de Jan van Gooien Kliniek. We zitten hier nu in de echte wachtkamer. Echte wachtkamer. We gaan nu naar haar kamertje. Dit is Wilma. Ja, ik ben Wilma Brokkie en ik werk in de Jan van Gooien Kliniek. Wat voor patiënten komen bij u? Komen er oude vrouwen of jonge? En wat willen ze? Dat... Ik werk samen met de internist dus. Wij werken heel veel met mannen die een bepaalde ziekte hebben. En die komen dan hier voor controle en om medicijnen te krijgen. En dan doen we van allerlei dingen. Dan gaan we bloeddruk meten en kijken hoe het met ze gaat. Allerlei dingen uitleggen over de ziekte. Wat is uw lievelingscollega? Ik heb een paar lievelingscollega's. Margot, die heb je net gezien in het kamertje. En nog een meneer, die heet Loek en die zit beneden. Die moet je zo meteen nou maar even filmen. Ja? Oké. En met de dokters kan ik heel goed werken. Ja. Dokter Arne, ja, die mag je zo ook even zien. Ja. Goed? Oké. Vindt u het leuk om verpleegkundige te zijn? Ja, vind ik ontzettend leuk. Want wat wij vooral doen, is als mensen horen dat ze ziek zijn, gaan wij kijken van wat betekent dat nou voor mensen als ze ziek zijn. En hoe kunnen ze daar goed mee omgaan in hun leven? Wat doet u in de vrije tijd als u niet aan het werk bent hier? Als ik thuis ben, doe ik altijd heel veel met de kinderen. En ik fiets heel veel en ik lees heel graag. Oké. Vindt u het leuk om met Wilma samen te werken? Ja, ze is een hele leuke collega. En ze weet heel veel. Dus als ik het niet weet, kan ik altijd bij Wilma terecht. En dan kan ze mij helpen. Okay. Ja, ik vind het heel leuk om met Wilma te werken. Vind ik heel erg leuk. Ja, echt waar. Ja, Wilma is een hele aardige collega. Ik kan heel veel aan de vraag. Ik kan eigenlijk alles aan de vraag als ik iets niet weet. Is goed, ja. Bedankt dat we u mochten interviewen.